in Neder-Betuwe. Een samenwerking en een videorubriek van de gemeente Neder-Betuwe en de ondernemersvereniging Neder-Betuwe. In deze rubriek schuiven ondernemers uit onze regio virtueel aan tafel. Ze delen hun zorgen rondom het coronavirus en de maatregelen die ze hebben genomen om te overleven in een moeilijke tijd. Ze kijken naar hun kansen, ze kijken naar hun bedreigingen en ze geven u advies. Welkom allemaal bij de derde editie van Spraakmakend Neder-Betuwe. Vandaag gaat het over financiën. We hebben de banken en de hypotheekverstrekkers aan tafel. Mijn naam is Marien Klein, wethouder bij de gemeente Neder-Betuwe. Ik heb in mijn portefeuille financiën, onderwijs, gebouwbeheer, jeugdzorg, kinderopvang, waterveiligheid. Jarek Hendricks van Huis en Hypotheek, Kesteren. Hypotheekadvieskantoor, dus wij bemiddelen in hypotheken, geven advies en bemiddelen meerdere aanbieders in ons pakket. Waaronder ook de Rabo, de ABN, de ING, de SNS en nog een aantal andere banken. Arjen de Jong, manager bedrijven bij Rabobank West-Betuwe. En daarin verantwoordelijk voor een tiental accountmanagers die op dit moment grote uitdagingen aangaan om ons ondernemers die toch problemen hebben van financiering te voorzien. André Dolsma van Credits Microfinanciering Nederland, ik ben daar commercieel directeur. Credits is een stichting voor microfinanciering die helpt startende en kleine ondernemers zowel met financieren, coaching en begeleiding door heel Nederland. Marien, ik wil graag met jou beginnen. Wat zijn nou de financiële gevolgen voor de gemeente Neder-Betuwe door de coronacrisis? We zijn ook eigenlijk een soort onderneming, dan een publieke onderneming, die heet de gemeente. Dus dat betekent, onze core business is eigenlijk het leveren van maatschappelijk rendement. En hoe doe je dat? Ja, door ook gewoon een kasstroom te hebben die positief moet zijn. Nou, we hebben een buffer, dus daar kun je wat op interen. Maar voor ons is het heel lastig, wat zijn nou de risico's? Hoe moeten we de risico's calculeren, zeg maar, voor de komende jaar? Wat bij ons zou kunnen, is bijvoorbeeld dat de gevolgen van de coronacrisis, dus waar mensen maatschappelijk mee te maken krijgen, dus armoede, bijstand aanvraag, gewoon noodopvang. Je bent eigenlijk voor heel veel partijen soms echt het vangnet. Dat daar kosten gaan ontstaan. En dat is heel moeilijk om dat nu al een inschatting van te maken. Hoe lang gaat het duren? Kijk, is het een korte klap? Nou, dan zal het misschien voor iedereen te overzien zijn. Maar gaat die lang duren? Ja, dan kan die rekening ook wel eens groter worden voor ons. Twee keer het risico, de risicocalculatie. Dus we hebben twee keer zoveel geld als dat voor risico's lopen. Nou, dat is, zeg maar, in het land is dat een hele goede positie. Alleen, die staat onder druk. En dat was al zo op basis van de jaarrekening 2019, dat die financiële positie onder druk staat. En het wordt waarschijnlijk nog erger de komende jaren. Dus in die zin wordt het voor de gemeente, zou je kunnen zeggen, financieel zwaar weer. Welke effecten merken jullie als Rabobank van de coronacrisis? Dit is de emotie, zeker in de eerste weken, die erin zit. Er is heel veel onzekerheid in de markt. Dus heel veel onzekerheid bij ondernemers. Als je het voorbeeld neemt van de horeca, hoe lang blijven we dicht? Nu is de volgende persconferentie, komt medio mei. En die onzekerheid zorgt ook dat het heel lastig is om te voorspellen, oké, hoeveel financiering heb ik nodig? Welke kosten moet ik door laten lopen? Welke beslissing moet ik nemen binnen mijn organisatie? En juist die onzekerheid zorgt voor die emotie en dat zorgt dat het ook heel lastig is om uiteindelijk te komen tot een oplossing. Hoeveel procent van jullie klanten heeft een beroep op jullie gedaan? De banken totaal hebben ongeveer al voor 7 miljard aan steun toegezegd. Nou, als ik kijk naar mijn team, 10 accountmanagers actief in dit gebied, die zijn denk ik allemaal dagbasis, gaan er 1 tot 2 dossiers waar ze wel mee bezig zijn, financieringen waaraan gewerkt wordt. Dus dat gaat om enorme aantallen. Nou, heeft de overheid die geeft een borgstelling voor financieringen. Kun jij iets meer vertellen over hoe die borgstelling werkt en wanneer je daar aanspraak op maakt? Ja, de borgstelling heb je het over de BMKBC-regeling, zoals die zo mooi heet. Dus dat betekent eigenlijk voor bedrijven die geraakt worden door de maatregelen als gevolg van het coronavirus wat rondgaat, dat ze dan steun kunnen aanvragen bij de bank, extra financiering, waarvoor de staat dan voor 75% garant gaat staan. Eén belangrijke kanttekening altijd is, het gaat om bedrijven die voor corona eigenlijk al in goede continuïteit waren. Wat maakt Credits nou anders dan banken zoals we die kennen? Credits is een stichting zonder winstoogmerk. En dat is denk ik een van de belangrijkste verschillen tussen de banken. We hebben in die zin geen aandeelhouders. We hebben ook geen rendementseisen. Wij zijn echt opgericht om
die kleine ondernemer die starten te helpen bij de start van zijn bedrijf. Inmiddels hebben wij van zo'n 4500 klanten, we hebben ongeveer zo'n 9000 actieve klanten, hebben we uitstelaflossing verleend. En dat is echt niet omdat ze allemaal in grote problemen al zaten, maar je merkte dat heel veel ondernemers zoeken gewoon even rust. Hè? Die willen uitstel van die aflossing hebben, liquiditeit vasthouden voor als het veel langer gaat duren. Wij hebben natuurlijk te maken met heel veel mensen die net het bedrijf gestart zijn. Alles, al hun eigen geld in het bedrijf gestopt hebben, plus een stukje financiering. Daar zit heel weinig vet op de botten. Dus het is ook wel logisch dat in onze doelgroep de problemen nog wat groter zijn. Nog harder geraakt worden als de bestaande bedrijven die meer bij de banken zitten. Maar ik moet zeggen dat die paniek ook echt voorbij is inmiddels. Het normaliseert zich en we bereiden ons nu voor op de volgende stroom die gaat komen in de zomer, verwachten wij. Jarik, kun jij nu al merken dat de huizenmarkt verandert? Wat je voornamelijk ziet is, de corona brengt natuurlijk heel veel onzekerheid met zich mee. Onzekerheid leidt tot toch ook een gebrek aan vertrouwen. Dat heeft natuurlijk zijn weerslag op de huizenmarkt. En het meest duidelijk, denk ik, wat je nu gaat zien, wat ik eigenlijk al een beetje zie wat er meer gaat gebeuren, is dat voorheen zag je dat mensen eerst een ander huis gingen kopen. Denken, ja, als mijn eigen huis niet verkoop, dan ben ik het te snel kwijt. Heb ik helemaal geen huis, dus ik ga eerst kopen. Dus er was echt gigantisch veel vertrouwen voor de coronacrisis in die woningmarkt, die eigenlijk ook wel wat overspannen was en waarbij er bij bezichtigingen wel 10, 12 mensen kwamen tegen elkaar op gingen bieden. Maar dat komt ook dus omdat iedereen eerst wil kopen. Als iedereen eerst wil kopen, dan zit iedereen eigenlijk op elkaar te wachten totdat er een keer in de huis de verkoop gaat komen. Dus het aanbod was heel dun. En wat je nu ziet, is dat er door een kentering van het vertrouwen, merk ik het aan mijn klanten, dat als ze nu kopen, dat doen ze dat onder voorbehoud van verkoop van het eigen huis. Dan wel dat mensen denken, ja, ik durf nu nog even niet te kopen, ik wil wel kopen, maar ik wil eerst mijn eigen huis verkopen. Ik heb nog niet de angst dat de hele huizenmarkt in één keer ineens zal storten. Dus even alles valt op staat met wat gaat er überhaupt gebeuren. Dus dat blijft natuurlijk een hele last. Zijn er nou redenen om ook te kijken naar bijvoorbeeld hypotheken die opnieuw over te sluiten? Is dat rendabel in veel gevallen op dit ogenblik? Het kan wel degelijk rendabel zijn. Kijk, de rente is nog steeds historisch laag. Je ziet dat mensen dus juist nu nog hadden oversluit. Er zijn enorm veel hypotheekaanvragen geweest de afgelopen 4 tot 6 weken. En daarvoor waren heel veel oversluitingen. Waarbij mensen dus willen profiteren van het lage rentetarief. Waar je wel rekening mee moet houden als je gaat oversluiten, dat je ook een overlast moet gaan maken. Je moet toen vaak boete betalen aan de bank. En je moet nu naar de notaris toe. En je moet een taxatierapport laten opmaken. Dus er zitten ook de nodige kosten aan vast. Dus het is heel belangrijk om dat goed door te laten rekenen, maar het kan in bepaalde situaties heel aantrekkelijk zijn om open te sluiten. En dan met name als je niet meer een te lange rentevaste periode hebt. Dus het is wel degelijk voor een bepaalde groep interessant, maar lang niet voor iedereen. Maarten Dijkhuizen en Steven van Zomer hebben aangegeven dat het mogelijk is om gemeentelijke belastingen later te betalen. Kun je aangeven voor om welke belastingen het dan specifiek gaat? Ja, wat wij hebben gezegd als gemeente is van dat we op zich mee willen denken met ondernemers als het een probleem wordt om belasting te betalen. Dus dat denk ik aan onroerend zaakbelasting. Alleen tegelijkertijd zeg ik, je moet heel nuchter zijn. Zeg maar, die factuur van onroerend zaakbelasting is ten opzichte van de totale kosten van zo'n onderneming heel beperkt. Dus kijk, wat ik veel interessanter vind, is dat we als gemeente kunnen zeggen, we moeten creativiteit van ondernemers, die moet je niet afremmen. Dus zo'n activiteit nu bij de Duikenburg, die zit op het randje van bijvoorbeeld wat wel en wat niet kan. Daarvan zeggen wij als gemeente Betuwe, wij vinden dat het wel kan. Rondwegen zijn de nieuwe contouren voor de dorpen van de toekomst. Maar met rondweg in op Heusden of in Ochten. En dat zijn contourgrenzen van de dorpen die je uitzet voor de komende decennia, zou je kunnen zeggen. En dat biedt ruimte voor inwoners en voor ondernemers om te investeren. Dus mijn oproep is ook aan de Rijksoverheid en aan de provincie. Stel gemeenten in staat om strategisch te blijven investeren, juist nu. Korte termijn kun je zeggen, dat kan allemaal niet. Als je verder denkt, en dat is de les van de financiële crisis, normaal gesproken komen we er altijd weer uit. Arjen, ik wil even terug naar jou. Hoe snel kunnen jullie nou een bedrijf helpen? En hoe zorg je er nou voor als bedrijf dat jullie ook snel kunnen helpen? De overheid heeft een regeling gepresenteerd van wij gaan steun bieden. 75% wordt gegarandeerd door de staat en bel de bank. Alleen wat er dan niet bij wordt verteld, is dat natuurlijk aan de achterkant nog wel een aantal eisen waaraan moeten worden voldaan.
En daar zien we de laatste weken dat daar in overleg met de overheid heel veel over is gespaard. Van hey, hoe kunnen we daar nou goed mee omgaan? Kunnen we daar nou ook verlichtingen aan brengen? En gelukkig gebeurt dat ook. Dus we zien ook dat de laatste tijd dat die verlichting het sneller mogelijk is om financiering aan te bieden. Dus op het moment dat wij nu een vraag binnenkrijgen, dan denk ik dat wij binnen een week, anderhalve week een financiering rond kunnen hebben. Wat is dan wel belangrijk, om zeker aan de voorkant, en dat is ook een tip eigenlijk die ik ondernemers altijd meegeef, zorg wel dat je informatievoorziening aan de voorkant goed is. We vragen niet veel. Hè? We vragen de meest recente jaarrekening, nou, die ligt vaak al op plank of bij de accountant. Maak een korte inschatting, oké, wat verwacht je eigenlijk? En daar zijn we ook niet heel streng in, want wat we net al zeiden, het is heel lastig in te schatten hoeveel geld hebben we nu precies nodig. Maar met die gegevens, ga naar de bank en dan kunnen we heel snel schakelen. André, jullie verdienen ook uitstel op de aflossing, maar jullie hebben ook het rentepercentage aangepast. Kun je daar iets over vertellen? Wij hebben de rente kunnen verlagen naar 2% gedurende 6 maanden waarin de aflossing uitgesteld is. Dat hebben we kunnen doen middels een subsidie vanuit het ministerie van Economische Zaken. En voor overbruggingskredieten gaan we eveneens een veel lagere rente inzetten dan de reguliere rentes. Dat is denk ik ook cruciaal. Enerzijds die lasten zo laag mogelijk houden, maar ook alvast nadenken. Ja, die omzet gaat niet in augustus, september weer op het niveau komen als waar die in februari op zat. Je zult ook in je hoogte van je overbrugging moeten nadenken. Als die omzet langzamerhand op gang komt, hangt het een beetje van de branche af, moet je dat ook al mee gaan financieren. Want als je nu A zegt, dan moet je eigenlijk al nadenken, dan moet ik straks B kunnen zeggen. Ja, Rick. Zijn hypotheekverstrekkers ook bereid om de aflossingen uit te stellen? Ja, die hebben daar wel afspraken over gemaakt. Met name de grote banken voorop. Die hebben eigenlijk bedacht om in geval van te veel negatieve invloed van de coronacrisis op jouw financiële situatie, dat je in beginsel een uitstel kunt krijgen. En niet een afstel, maar een uitstel met 3 maanden. En ook als het heel erg nijpend gaat worden en het langer gaat duren en er dus langere achterstanden gaan ontstaan, dan is er min of meer, is men daarmee bezig om executoriale verkopen gedurende die periode, ja, in ieder geval zoveel mogelijk te beperken of misschien wel los te laten. Arjen, heb je nog andere adviezen voor ondernemers? Deel je probleem. Uiteindelijk is het coronacrisis raakt ons allemaal. En als je vroegtijdig gewoon in contact gaat met je leverancier, met je bank, met je huurder, verzin het maar. Maak het bespreekbaar en dan zal je toch zien dat er vaak veel meer mogelijk is. En dat je wat eerder kan bijsturen dan op het allerlaatste moment. Marien, ik heb nog een laatste vraag aan je. Welk advies zou jij als wethouder financiën van de gemeente Betuwe willen geven aan de ondernemers? Als je de gemeente nodig hebt bijvoorbeeld voor een plan, leg dan ook al je kaarten op tafel. Dus wees niet te benauwd of te denken van dat gaan ze niet goed vinden. Nee, deel gewoon je hele verhaal. Nou, wat ik nu zie, is dat wij als college echt wel pragmatisch met heel veel dingen omgaan. Een ander punt is, ja, deel ook gewoon inderdaad je problemen. Ik zou zeggen, natuurlijk, je bent normaal gesproken soms als concurrent van elkaar. Maar in crisistijd zou ik zeggen, doe ook wat meer aan verbinding. Ook als ondernemers onderling. Denk dat je gezamenlijk, zeker ook met bijvoorbeeld ondernemersvereniging Nee te Betuwe, en met de banken, gewoon echt tot creatieve oplossingen komen waar iedereen wat aan heeft. Ik wil jullie inderdaad allemaal bedanken voor de derde editie van Spraakmakend Neder-Betuwe.